Pepperoni on the beat. Zemay Double T. Look, man, everybody's trying to find my true reflection, but they always judging me, man. I'm a new Christian savior. Ik was een gangster geweest van 10 jaar oud geweest. Toen ook ik het van 14 jaar oud Bonnetown doorgaan. Ik was 16 jaar oud toen ik de tronkstraf kreeg. Toen ik de tronkstraf kreeg, toen raakte ik nog maar 28. Ik ben voor een jaar buitenkant geweest, toen kreeg ik weer tronkstraf van 4 jaar. Nou, ik heb nog lang weer in de gangster gegaan. Ik heb bij je gestild. Bij je gangsters op me ingetrekken en wat even. Toen realiseerde ik dat ik de vrouw in kunnen scheiden sinds. Ik kan niet meer met die dingen gaan doen. Toen ben ik opgegeerd van die God. Vandaag mijn ma en mijn ouders gooien mij uit, want ik heb nou Christianity gedraaid. En dus vandaag als ik nou gezegd. Ik is niet perfect, ja. I will try my best wat ik kan doen. I say everybody trying to judge me. And all they want to see is my true reflection. I wonder why, man. I wonder, yeah. Ons kan nie help vir wat ons is. Ons kan nie geoordeel raak nie. As dit een man wat oordeel, ons glo ook in hy man. Die almagtige Vader God, hy is mos die skepper van die hemel en die aarde en alles wat daar op en in is en onder het is. Ek praat van selfsprekend. Hier wat ek opeen, of hier wat ek opgeënt het, is wat sy sien, soos sy my sien, is wat ek het. My broers, en net vir hulle, as die naaste plek wat ek voel, safe en veilig genoeg. Let's kick you back to 96 when God brought the newest kid to this earth. Shout out to my moms for my birth. Thanking you for raising your masterpiece and gracing me with your marvelous genes. Nou, as ons op tent gaan maak, ons sal as ons mense, soos ons mense as ons mense is, die samen ons die tent maak. Dat ons kan lekker lewe, man. Kan een betere lewe, man. Nie net een man wat een jaar komt van ons. Dus maar, als je kan zien, onze kinders is allemaal niet. Groot mensen allemaal. Growing up with two brothers made life a competition. Every piece of success was shared like an exhibition. That's why I probably this way when it comes to women. But I'm not one to blame anybody for my actions. I chose direction on my life, even satisfaction. Waking up to mom and dad saying that they're proud of me makes me feel invincible. But I don't even fear no enemy. They told me no matter what obstacle you face, you have to overcome it. Never talk too much, let your actions run it. Well, I started this game 2005. Because of the children, so the children don't sleep on the street like we do in apartheid years. You understand? And what I'm caring about, I'm the first person to start this camp 2005. And I was here, Solomon, Sally Solomon, and that's why the people. And at the moment, why we are here, we are fighting. We are fighting the city, we are fighting for. It's a better life for the children. And what we want, so that we can live like other people. In brick houses, nice grass, nice streets. But you can see here around you, there's rubble or dirty waters. Children playing dirty waters, and that is what we don't want. And that is what my aim is, what I'm fighting for. It's for the better life of all of us. I wonder why, man. Beneath all the happiness, can you see the pain? Spend a minute on a mic, leaving you insane. Ha. Spend a minute on a mic. No mic, mic. Beneath all the happiness, can you see the pain? Spend a minute on a mic, leaving you insane. Ha. Spend a minute on a mic. No mic, mic.